Nou, laten we gelijk bij Remkes beginnen. Die had natuurlijk goede teksten en dat deed hij heel slim. Hij begon gelijk op te komen voor de boeren. De boeren zijn natuurlijk belangrijk en dat wilde Johan even laten weten. Hoewel wetsovertreding en intimidatie altijd afgekeurd moeten worden, ben ik geschrokken van de oprechte wanhoop die in de ogen van redelijke mensen te zien is. Er is geen boer te vinden die niet om de natuur geeft. Dat wordt in discussies te vaak vergeten. Een deel van de boeren ervaart dat ze nu als verliezer in het verdomhoekje worden gezet. Eerste reactie, Eus. Heel echt een slimme man. Hij weet precies, ik moet even op die emotie van die boeren gaan zitten. Ik moet ze even laten weten dat ik met hen heb gepraat, dat ik het heb gevoeld. Arm omheen, weet je wel. Jullie moeten er zijn. Hart onder de riem steken. Hart onder de riem. Ja, ik ben een van jullie. Ik heb jullie begrepen. Ja. Daarna kwam de boodschap. Maar... alle boeren weg. Ja. Nou ja. Geen boer meer overlaten Onteigenen. Het ligt nu wel op tafel. 2030 blijft toch ook voorlopig. Er komt wel een toets voor. Maar hij voerde er wel aan toe. Als het onmogelijk is, dan gaan we in 25 en 28 precies kijken wat we kunnen doen. Ja. Kijk, hij zegt snel beginnen, maar niets is heilig. Hè? Ja. En het werd een beetje heilig verklaard. En ik vind dat hij het goed gedaan heeft, want alle partijen stonden vijandig tegenover elkaar. En alle commentaren die ik hoorde, alle mensen hadden gehoord wat ze wilden horen. Dat leek dus het wel op, alle partijen die waren plotseling gelukkig. De boeren hadden weer vooruitzichten. Klaver die was blij, die vond het allemaal heel verstandig. Die lul van de D66 die de helft van de boeren op wil ruimen. Ja, vreselijke man vind ik dat. Ik ben niet objectief, hè? Nee, dat weten we. Die kon er ook mee leven en zo. Ik denk, ja, Remkes, dan heb je het heel goed gedaan. Ja, vind jij dat ook, Sam? Hij heeft het ongelooflijk goed gedaan. Hij heeft zoveel gezegd, zoveel wijze woorden dat heel veel mensen blij zijn in Den Haag. Er lopen eigenlijk drie trajecten. Mm-hmm. De langere termijn, er moet een landbouwvisie komen. De termijn tot 2030, dan moeten die stikstofdoelen gehaald worden. Daar houdt hij wel aan vast met een kleine opening om het dan toch op sommige plekken dan nog even uit te stellen. Maar de korte klap is dat zijn die 500 tot 600 piekuitstoters, piekbelasters. En hij zegt, dat is heel belangrijk dat die gaan kijken naar ofwel dat ze verhuizen, ofwel dat ze hun bedrijf anders gaan regelen. Of, als dat allemaal niet lukt, dan moeten ze uitgekocht worden. Ja, en op goede wijze ook. Vrijwillig. Ja. En er komt echt heel veel geld voor. En hij zei daar het volgende over die piekbelasting. Deze korte termijn aanpak zijn geen goede routes meer over. De minst kwade route vind ik het binnen een jaar gericht beëindigen van de emissies van 500 tot 600 piekbelasters. Tot slot is het ook mogelijk om te stoppen. De korte termijn aanpak moet in de kern gebaseerd zijn op vrijwilligheid. Maar om te kunnen werken is een deadline voor het maken van die keuze noodzakelijk. Dat betekent dat de overheid bij de hopelijk beperkte aantallen agrarische ondernemers die de deadline laten verlopen niet anders kan dan verplichtend instrumentarium in te zetten. Maar waren alle boeren hier nou blij mee, Sam? Ik dit punt is heel erg pijnlijk. Dus die boerenorganisaties zijn hier niet blij mee. Maar ze hebben zoveel andere dingen gehoord die zij in die gesprekken ook naar voren hebben gebracht. Daar zijn ze allemaal wel positief over.